Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Door hebben we de afgelopen weken het Bijbelboek Leviticus besproken, en nu maken we een sprong naar het Nieuwe Testament, want we beginnen vandaag met het Evangelie van Lucas. De studies uit deze serie zijn oorspronkelijk gemaakt door John Vernon McGee. Hij was predikant in Los Angeles en wilde graag mensen de mogelijkheid bieden om het hele Woord van God beter te leren kennen. Daarom begon hij Bijbelstudies te maken, waarbij hij stap voor stap door alle Bijbelboeken ging, ook door de moeilijke gedeelte. En al gauw werd deze serie niet alleen in de Verenigde Staten uitgezonden, maar ook vertaald en in andere landen uitgezonden. Inmiddels wordt de Bijbel door in meer dan honderd talen via de radio uitgezonden. Mensen in China, Afrika, Zuid-Amerika en overal uit de wereld getuigen van de verandering die het Woord van God in hun leven bewerkt. En we zijn blij dat we ook in Nederland op deze manier met u door de Bijbel mogen gaan. We hopen en bidden dat de programma's voor u tot zegen zullen zijn. Als u vragen heeft of zomaar wilt reageren, dan horen we dat graag. U kunt ons vinden op internet transworldradio.nl en dan beginnen we vandaag met een inleiding en de eerste verzen van het Evangelie, zoals het werd opgeschreven door Lucas. In de vorige uitzending hebben we het Bijbelboek Leviticus afgesloten. Vandaag maken we een begin met het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het derde van de vier evangelieën is geschreven door Lucas. Lucas heeft het evangelie op schrift gesteld nadat het evangelie naar Marcus op schrift was gesteld. Lucas heeft het Marcus evangelie geraadpleegd een evangelie is een boek waarin het leven van de heer Jezus wordt beschreven, en als doel heeft de lezer op te roepen in Jezus als de Christus, de zoon van God, te geloven. Lucas was arts van beroep en bevriend met de apostel Paulus, met wie hij meereisde. In het slotvers van de proloog wordt het doel van dit schrijven duidelijk: namelijk dat Theophilus, een hooggeplaatst, of anders, Zeker een gerespecteerd en of welgesteld persoon, de betrouwbaarheid kan nagaan van wat hij gehoord heeft en hem is onderwezen. Het opdragen van boeken aan vooraanstaande personen kwam in die dagen wel meer voor, ook al was het werk uiteindelijk voor een groter publiek bestemd. Mogelijk speelt Theophilus een rol bij de verspreiding. Waarschijnlijk was hij al christen. En had hij ook al wat onderwijs ontvangen, met name de kern van het Evangelie. Maar er bestond behoefte aan meer informatie. Lucas legt het accent op het mens zijn van de Heer Jezus en zijn plaats in de geschiedenis. Daarom besteedt Lucas veel zorg aan nauwkeurig onderzoek van het beschikbare bewijsmateriaal en geeft hij vaak het tijdstip aan waarop de verschillende gebeurtenissen plaatsvinden. Lucas begint met een verslag van de geboorte van de Heer Jezus en vermeldt informatie die nergens anders is te vinden. Hij beschrijft het optreden van de Heer Jezus in Galilea en geeft een uitvoerig verslag van Jezus' reis naar Jeruzalem. Na de dood en opstanding van de Heer Jezus blijven zijn volgelingen wachten op de beloofde Heilige Geest. De Heilige Geest zal hen vanuit de hemel vervullen en toerusten voor de taak op aarde. Terwijl Matthäus in zijn Evangelie duidelijk maakt dat de Heer Jezus de Messias is, en Marcus laat zien dat de Heiland de Dienaar van God is, laat Lucas de Heer Jezus zien als de volmaakte God en mens. De verlosser van de wereld is geopenbaard. Voor Hem bestaan er geen grenzen, niet in de tijd en niet in de ruimte. Aan het slot van Lucas 3 wordt de menselijke afstamming van Jezus weergegeven. Hij is de grootste van alle mensen uit de geschiedenis, en Lucas plaatst hem te midden van het wereldgebeuren. Hij is Gods zoon, maar ook de grootste mens om wat Hij gezegd en geleerd heeft, en om wat Hij heeft gedaan. Hij is voor ons mensen gestorven en uit de dood opgestaan. Hij leeft. Lucas was een geliefd persoon. In Colossensen 4 vers 14 schrijft Paulus, Onze geliefde dokter Lucas laat u ook groeten, evenals Demas. Lucas gebruikt in het Evangelie meer medische termen dan Hippocrates, de vader van de medische wetenschap. Dat God, de Heilige Geest, Lucas koos om het derde Evangelie te schrijven, is geen toeval. Hij beheerste het Grieks voortreffelijk en was een nauwkeurige onderzoeker. Eigenschappen die met zijn studie en beroep samenhangen, maar ook goed inzetbaar zijn bij een nagaan van de gebeurtenissen en verhalen rondom de Heer Jezus Christus. Er is in de geschiedenis en de traditie heel wat informatie te vinden over Lucas. Hij heeft voor het schrijven van het evangelie mogelijk ook met Maria, de moeder van Jezus, kunnen spreken. In die tijd zal ze ongeveer tachtig jaar oud zijn geweest. Op grond van Lucas 2, vers 19 en 51, mogen we dit zeker als waarschijnlijk beschouwen. Ook is er alle reden om te geloven dat hij van niet-Joodse afkomst was. De meeste uitleggers zijn het daarover eens. In Colossense 4 worden de drie Joodse medewerkers van Paulus, Aristarchus, Marcus en Justus, nadrukkelijk genoemd. Daartegenover staan de andere drie medewerkers, Epaphras, Demas en Lucas, die dan niet van Joodse afkomst zijn. Al eerder gaf ik aan dat Lucas een metgezel van de Apostel Paulus was. In Handelingen 16, vers 10 lezen we: Nadat Paulus het visioen had gekregen, deden wij ons best zo snel mogelijk naar Macedonië te vertrekken, want wij maakten eruit op dat God ons opdroeg de mensen daar het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen. Het woordje wij geeft aan dat de schrijver zichzelf bij degene die vertrekken insluit. Als we het begin van het Lucas-Evangelie vergelijken met het begin van het Bijbelboek Handelingen, dan moeten we tot de conclusie komen dat beide boeken door dezelfde schrijver zijn geschreven. De vroegste christelijke traditie hebben unaniem Lucas als schrijver van beide Bijbelboeken genoemd. Vanaf handelingen 16, vers 10 schrijft Lucas in de eerste persoon en daarvoor in de derde persoon. Daarom kunnen we uit handelingen 16 ook de conclusie trekken dat Lucas bij de apostel Paulus was tijdens zijn historische reis naar Europa. Lucas was waarschijnlijk een bekeerling en ging met Paulus mee op reis. Hij is tot het laatst bij Paulus gebleven. Toen Paulus zijn zwanenzang schreef aan Timotheus, schreef hij Alleen Lucas is nog bij mij. 2 Timotheus 4, vers 11. Lucas laat in het Evangelie de afstamming van de Heer Jezus zien. In 1 Corinthians 15, vers 45 en 47, lezen we over Christus, de Tweede Mens, maar de Laatste Adam. Er staat immers in de boeken, de Eerste Mens, Adam, werd een levend wezen. Maar Christus, de Laatste Adam, werd een geest die zelf leven geeft. Adam, de eerste mens, werd uit stof van de aarde gemaakt. Christus, de tweede mens, kwam uit de hemel. De Heere God is bezig mensen als Jezus te maken. 1 Johannes 3, vers 2 Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding. Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij omdat wij hem dan zien zoals hij werkelijk is. Hij is de laatste Adam. Er zal geen ander hoofd van het menselijk geslacht zijn. Het was nodig dat Jezus Christus aan ons, zijn broeders en zusters, gelijk werd. Anders had hij niet onze genadige en trouwe hogepriester voor God kunnen worden. Een priester die, als hij met onze zonde afrekent, zowel genadig voor ons. Als trouw aan God is. Hebreeë 2, vers 17. Door alle tijden heen hebben mensen geprobeerd. te bewijzen dat de Bijbel niet nauwkeurig was. Ook met betrekking tot het Evangelie naar Lucas. zijn die pogingen er geweest. Twee vooraanstaande. zichzelf bekritiserende geschiedschrijvers. schreven: Onze kennis van het verleden is altijd onvolledig. Waarschijnlijk ook onnauwkeurig. En soms wazig door ambivalente bewijzen en bevooroordeelde historici, en mogelijk vervrongen door partijdigheid van een historicus. Als dat uw houding is tegenover de Bijbel, dan is de Bijbel voor u een ander boek dan waar de Heer het voor heeft bedoeld. Wetenschappers hebben van alles geprobeerd om aan te tonen dat er historische missers in de Bijbel staan. Een van hen was een briljante geleerde uit Cambridge, William Ramsay. Hij was agnost. Een agnost is iemand die ervan uitgaat dat men de eerste oorzaak van de dingen, bijvoorbeeld God, niet kan kennen. Hij wist dat Lucas in zijn evangelie een historisch verslag over Jezus had geschreven en dat hij de zendingsreizen van Paulus in het Bijbelboek Handelingen had beschreven. Hij wist ook dat alle geschiedkundigen fouten maken en dat vele van hen een rijke fantasie hebben. Toen hij als archeoloog naar Klein-Azië ging om aan te tonen dat dokter Lucas geen goed historicus was, volgde hij nauwkeurig de reizen van Paulus. Hij bestudeerde alles zeer grondig. Hij kwam tot de conclusie dat dokter Lucas geen enkele historische onnauwkeurigheid vertoonde. Deze ontdekking was voor hem een openbaring en een ommekeer. Hij kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus, en hij heeft een aantal voortreffelijke boeken over de reizen van Paulus en over de christelijke gemeente in Klein-Azië geschreven. Van de vier evangeliën is het Lucas-evangelie het meest volledige historische verslag. Lucas verwijst naar instellingen, gewoonten, plaatsen en gebeurtenissen. Die we niet in de andere evangeliën tegenkomen. Daarnaast laat Lucas de persoon van Jezus Christus zien als de volmaakte goddelijke mens en redder van de wereld. De heer Jezus is God, verschenen in een menselijk lichaam op aarde. Lucas vermeldt dat hij de persoon en de geschiedenis van Jezus van Nazareth heeft onderzocht. En de uitkomst van zijn onderzoek is dat Jezus God is. Lucas komt tot dezelfde conclusie als Johannes, maar zijn aanpak en bewijsvoering waren anders. Lucas laat mensen de volkomen goddelijke zoon van God zien. Hij is de grote hoge priester, bewogen met onze zwakheden, in staat om genade, liefde en hulp te geven. Lucas schreef aan zijn land en taalgenoten, net zoals Matthäus aan zijn Joodse landgenoten schreef. In de vierde eeuw voor Christus zetten de Grieken het meest briljante en tintelend vertoon van menselijk genie neer dat de wereld ooit heeft gezien. Het werd de eeuw van Pericles genoemd. Pericles was een charismatisch staatsman en veldheer, de ongekroonde leider van Athene, gedurende de grootste culturele en politieke bloeitijd die de stad ooit gekend heeft. Door zijn persoonlijkheid en zijn optreden wordt de periode soms ook de Eeuw van Pericles of de Gouden Eeuw van Athene genoemd. De Grieken probeerden de mensheid te verbeteren en de volmaakte mens te ontwikkelen. Zij vergoddelijkten de mens met zijn edele kwaliteiten en lage lusten. Alexander de Grote verspreidde deze boeiende cultuur, taal en filosofie over alle landen die hij veroverde. Grieks werd de wereldtaal. In Alexandrië, in Egypte, werd het Oude Testament vertaald in het Grieks. We hebben die vertaling al een paar keer in de uitzendingen genoemd: de Septuaginta. Het is een van de mooiste vertalingen van het Oude Testament die we hebben. Het Nieuwe Testament werd in het Grieks geschreven. De Griekse taal was een middel voor de verbreiding en communicatie van het evangelie aan alle mensen. Toch is de Griekse cultuur, taal en filosofie er niet in geslaagd om de mensheid te vervolmaken. De Grieken hebben utopia niet gevonden. Deze wereld bleef hun thuis, speeltuin, klaslokaal, werkplaats en graf. Hoe meer de Grieken zich aan deze wereld hechten, hoe meer het onzichtbare voor hen een vage wereld werd. Daarom maakten de Grieken ook een beeld van de onbekende God. Toen de apostel Paulus hen het Evangelie verkondigde, begon hij in Athene. De gecultiveerde inwoners van Athene waren sceptici. Ze noemden Paulus een praatjesmaker. Handelingen 17. En bespotten hem toen hij probeerde hen de waarheid te vertellen. Hij vertelde hun. Dat ze in de voorafgaande tijden heidenen waren, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar Paulus vertelde hun ook dat, toen de juiste tijd was gekomen, God Zijn Zoon heeft gezonden, uit een vrouw geboren onder de wet, en dat Hij voor hen was gestorven. Paulus verkondigde in de toenmalige wereldtaal het wereldomvattende evangelie. Hij predikte over de volmaakte mens die in Jezus gekomen was, en voor de wereld stierf. De godsdienst van Israël kon alleen een Pharisee voortbrengen, de macht van Rome alleen een Caesar, en de filosofie van Griekenland alleen een tijdelijke wereldheerser als Alexander de Grote. Aan dit Griekse denken en deze achtergrond schrijft Lucas zijn evangelie. Hij brengt Jezus Christus naar voren als de volmaakte mens. En dat was juist de persoon waar de Grieken naar zochten en uitkeken. Wat zijn opvallende kenmerken van het Lucas-evangelie? Ik noem acht zaken die opvallen. Als eerste, hoewel het Evangelie naar Lucas één van de vier Evangelie is, bevat het veel karakteristieken die door Matthäus, Marcus of Johannes worden weggelaten. In de tweede plaats geeft het Lucas-evangelie de basis voor veel kerstliederen. Als derde geeft het Lucas-evangelie de meeste informatie van alle evangeliën over de maagdelijke geboorte van Jezus. In de eerste twee hoofdstukken geeft Lucas een uitgebreid verslag van alle gebeurtenissen. Als vierde kenmerk van het Lucas-evangelie geeft dokter Lucas twintig wonderen. Waarvan er zes in geen ander evangelie worden vermeld. In de vijfde plaats beschrijft het Lucas-evangelie 23 gelijkenissen, waarvan er 18 nergens anders worden verteld. In de zesde plaats vinden we bij Lucas als enige de beschrijving van de geschiedenis van de Emmausgangers. In Markus 16 wordt het alleen genoemd. Een zevende kenmerk is het meeleven met mensen. Dat het Lucas-evangelie doortrekt. Lucas laat de menselijke natuur van de Heer Jezus zien. Het laat ook iets zien van het invoelingsvermogen van Lucas als arts. Ten slotte, het achtste kenmerk. In het Lucas-evangelie gebruikt Lucas meer medische termen dan Hippocrates, de vader van de geneeskunde. Vatten we het doel en de strekking van het Lucas-evangelie samen. Dan kunnen we zeggen: het Evangelie naar Lucas geeft een historische basis aan de dan wereldwijde verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Het is Evangelie voor de hele wereld. Het in Jezus Christus aangeboden heil is om niet verkrijgbaar en het is voor iedereen universeel. Jezus Christus wordt uitgebeeld als de verlosser van de hele wereld, de vriend van arme mensen. En de redder van zondaars. Uitgebeeld in zijn totale en volmaakte menselijkheid, wat wordt uitgedrukt in de woorden van Pilatus: Zie, de mens. Johannes 19. Door heel het Lucas-Evangelie klinkt goddelijke vreugde: vreugde van verloren mensen die weer terug zijn gevonden. Alles lacht, alles huilt, alles zingt. Het is een lied van het volk, een hosanna van gewone mensen. Lucas 1, vers 1 tot en met 4. Beste Theophilus, er zijn al verscheidene boeken over het leven van Jezus geschreven. Men is daarbij steeds uitgegaan van wat de eerste leerlingen en andere ooggetuigen hebben verteld. Toch dacht ik dat het nuttig zou zijn alles nog eens nauwkeurig na te gaan en u daarvan een geordend verslag uit te brengen. U zult zien dat het volledig overeenstemt met wat u is geleerd. De eerste vier verzen van het Evangelie mogen we opvatten als een voorwoord, zowel naar woordkeuze als opbouw is dit voorwoord in klassieke stijl opgezet. Het geeft het thema, vers 1, het doel, vers 4, en de werkwijze, vers 2 en 3. Van de schrijver weer. Vanuit de Griekse grondtekst ontdekken we dat Lucas zijn proloog opent. Met het plechtige, aangezien velen. Hij erkent met velen dat er voor hem al pogingen zijn gedaan om, net als hij, een geordend verhaal op te stellen. De formulering van de motivatie van Lucas geeft aan dat het geen eenvoudige opgave is geweest. Het nauwkeurig nagaan en geordend verslag wijst op de moeilijkheid van deze taak. Dat het bij eerdere pogingen om op schrift gestelde verhalen gaat, blijkt uit de eerste vier versen. Ook Lucas besloot te schrijven. Tot de men uit de mededeling. Men is daarbij steeds uitgegaan van wat de eerste leerlingen en andere ooggetuigen hebben verteld. horen Matthäus en Johannes niet, want zij waren zelf ooggetuigen. Alleen Marcus, die het evangelie van Petrus heeft verwoord. Kan een van deze schrijvers zijn geweest? Datgene wat Lucas heeft opgeschreven, wordt in de Griekse grondtekst verwoord met de zaken die onder ons tot vervulling zijn gekomen. In het boek wordt het uitleggend weergegeven in de zin van zaken die over het leven van Jezus zijn opgeschreven. Dat is niet fout, maar het woordje vervulling komt dan niet uit de verf. Wat in en met de Heer Jezus heeft plaatsgevonden is voorzegd. Vervulling van profetieën aangaande de Messias. En wat is er dan allemaal over het leven van Jezus opgeschreven? Volgens Lucas' eigen samenvatting in Handelingen 1 omvat dit alles wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen. Het gaat om het handelen van de Heer zelf. Waardoor oudtestamentische profetieën in vervulling zijn gegaan. Lucas brengt het heilshandelen van de Heeren, dat wil zeggen de dingen die onder ons hebben plaatsgevonden, in verband met de wereldgeschiedenis. Historisch gezien begint Lucas het Evangelie op een punt waar andere Evangelieën later inzetten. De hemel had vierhonderd jaar lang gezwegen toen de Engel Gabriel de stilte verbrak bij het gouden reukofferaltaar in de Tempel. Hij kondigde aan Zacharias de geboorte van Johannes de Doper aan. Het Lucas-evangelie beschrijft zowel de achtergronden als de geboorte van Johannes de Doper en van de Heer Jezus Christus. In het eerste hoofdstuk van het Lucas-evangelie komen we al drie liederen tegen: van Elisabeth, Maria en Zacharias. In de versen 42 tot en met 45 jubelde Elisabeth het uit. Jij bent de meest gezegende vrouw van de wereld en jouw kind draagt Gods zegen. Daarna, in de versen 46 tot en met 55, horen we het Magnificat van Maria. Ik prijs de Heeren met mijn hele hart, ik kan mijn blijdschap niet op. God, mijn redder, heeft aan mij gedacht en ik ben maar een gewone vrouw. Het derde lied of lofzegging vinden we in de verse 68 tot en met 79. Zacharias werd vol van de Heilige Geest, die hem liet zeggen: Prijs de Heere, de God van Israël, Hij heeft zijn volk bezocht en gered, Hij heeft ons een machtige redder gestuurd uit het geslacht van zijn dienaar David, zoals hij lang geleden door zijn heilige profeten had beloofd. Prachtig! Tot slot gaan we nog even terug naar vers 2. In vers 2 staan twee woorden die ik graag nog wat wil toelichten. Het gaat om de woorden ooggetuigen en eerste leerlingen. Ooggetuigen is de vertaling van een Grieks woord dat voor jezelf zien betekent. Het is een medische term die gebruikt wordt bij het doen van een autopsie, een lijkschouwing. Daarmee zegt dokter Lucas. Ooggetuigen zijn mensen die een autopsie deden en ik schrijf op wat zij hebben aangetroffen. Het tweede belangrijke woord dat Lucas in vers 2 gebruikt is leerlingen. Het is de vertaling van wat in de Griekse grondtekst wordt aangegeven met dienaren van het woord. Het Griekse woord voor dienaren betekent een roeier onder commando. In ziekenhuistermen kunnen we dat vergelijken met een co-assistent. Lucas zegt daarmee dat de eerste leerlingen alleen co-assistenten zijn van de grote heelmeester. In zijn voorwoord vertelt Lucas de lezers dat hij, net als een arts bij een autopsie, de verhalen van de ooggetuigen onder de loep heeft genomen en daarvan nu een geordend verslag uitbrengt. De eerste vier versen van dit hoofdstuk vormen een geweldig begin. Lucas schreef zijn evangelie om mensen zekerheid en vertrouwen te geven over de Heer Jezus Christus. Paulus bevestigt wat Lucas in zijn evangelie wil zeggen: 'Het is een onomstotelijk feit, en iedereen zou dat moeten geloven: dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden, en ik, Paulus, was wel de ergste van hen allemaal, maar God heeft mij vergeven.' Opdat Jezus Christus mij zou kunnen gebruiken als een voorbeeld om te laten zien hoeveel geduld hij heeft. Zo zullen anderen beseffen dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen. 1 Timotheus 1, vers 15 en 16. Luisteraar, dat is ook wat ik u vandaag mag doorgeven. Ook u kunt eeuwig leven krijgen. U mag er de Heer om vragen. Ik zou er niet te lang mee wachten. In de volgende uitzending lezen we Lucas 1, vers 5 tot en met 35. Luistert naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 4784. 3, ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corweda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.